Straks eet hij al mijn neusharen op. Ik durf niet. Oh, het kietelt alleen. Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe Action Shop vlog. Ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn blog budgetproof.nl. Als je het leuk vindt om me te volgen op Instagram ben ik te vinden op @marloesbudgetproof. Deze video zit bomvol met cadeautips waar je je vader mee in het zonnetje kan zetten op zondag 21 juli. Dan is het namelijk Vaderdag. Een aantal weken terug hebben we al een video opgenomen met cadeauideeën voor vrouwen. Dus als je daar benieuwd naar bent, klik even hier in de hoek. En vandaag staan dus de papa's in het zonnetje. Ik heb een hele volle tas. Deze plus nog een aantal best wel grote items die hier nog naast mij liggen. Oeh, ik hoop niet dat dat nu gebroken is. Zie het als inspiratie, zodat je lekker gericht kan shoppen. Zo snel mogelijk weer buiten staat met de allerleukste budgetproof cadeautjes voor paps. En voordat we gaan beginnen, nog even hartjes naar wie geen vader heeft om Vaderdag mee te vieren. En laten we gaan kijken wat ik heb uitgezocht. Hier naast mij staat een superleuke barbecue emmer. Deze is van Big Jeff, Barbecue Master. En een mega compacte barbecue die er nog superleuk uitziet ook. Dus die mag echt gezien worden in de tuin. Hij is €12,95. Ik blijf even in het barbecue thema, want ik heb best wel wat spulletjes uitgezocht om gezellig te barbecuen nu we de zomer in eigen tuin vieren. Vindt pa het misschien wel leuk om de manager van de barbecue te zijn? En daar is dit ook heel erg handig bij. Het is een barbecue starter. Want je kent allemaal dat gedoe met die kooltjes en dat dat allemaal niet opschiet en dat je uren moet wachten voordat je lekker kan smullen. Deze komt heel erg goed van pas daarbij. Hij kost €3,95, dus het is een mega budgetproof cadeautje. En het scheelt zodat je lekker snel kan eten. Als je misschien wat meer budget hebt, is het heel erg leuk om een compleet barbecue pakket te maken. En dan zijn deze items daar ook heel erg leuk voor. Dit is namelijk een barbecue handschoen, zodat je niet je hand kan fikken op de barbecue. Ik vind het echt een ideale uitvinding. Ja, warmtebestendige handschoen voor de barbecue. En hij is ook handig voor de oven, dus het hele jaar door te gebruiken. Deze barbecue handschoen. Hij kost €2,54. En dan dit. Dit is Steakhouse Rub Seasoning. Dus het zijn kruiden waar je het vlees mee kan insmeren. Zodat je zo'n mega lekkere steakhouse smaak krijgt op de barbecue. €0,99. Oh, deze is misschien ook wel leuk. Want als je toch in de tuin zit te chillen tijdens de barbecue. Dan is dit een heel lekker drankje voor paps. Het is Radler. Wel 0,0. Maar die kan iedereen drinken, ook als je nog onderweg moet. Waar naartoe zou ik even niet weten momenteel. Maar toch, je krijgt 4 stuks voor €2,29. Oké, ik blijf nog even in het thema eten en drinken, want dat is nou eenmaal een van mijn lievelings. Deze plank vond ik namelijk echt prachtig. Het is een serveerplank waar je hapjes op kan serveren. Dus ook voor de barbecue komt die van pas. Het is van echt hout. Wat voor hout, weet ik niet, maar het ziet er echt mega luxe uit. En dat voor €5,95. Oké, dit is niet helemaal wat ik zocht, maar ik vond ze wel heel erg mooi. Mijn vader is dol op espresso. En mijn vader woont trouwens deels van het jaar in Italië. Dus die kan espresso maken als de beste, zoals de Italianen het doen. Dit zijn eigenlijk gewoon koffiekopjes, maar ze zien er wel echt mega stijlvol uit. Deze zouden echt net zo goed bij een mega fancy winkel kunnen staan. Want ik vind het best wel designerkopjes eigenlijk. Dit is van de Loon-lijn. Dus daar is een complete servieset van. En ze kosten €0,99 per stuk. En echt, ga dit bekijken in de winkel. Want ik ben hier echt helemaal verliefd op. Dus misschien dat deze niet bij mijn vader terechtkomen. Oh ja, en toen ik op zoek was naar koffiekopjes, zag ik deze. Nou, die moest natuurlijk ook gewoon mee. Want dit is echt de cliché. Fantastisch lelijke, maar daarom heel erg leuke mok voor Vaderdag. Er staat op Amazing Daddy. En hij heeft een Superman kostuum aan. €1,49. Oh, en als je dan toch in het gangpad bent met alle spulletjes voor de keuken en het servies en dergelijke. Dan staat deze daar ook, als het goed is. Dit is een hele mooie waterfles. En je verwacht het misschien niet, maar hij is van kunststof. Dus deze kan je makkelijk in je tas gooien. Ik vond deze gewoon heel erg, nou ja, stijlvol eruit zien. En hij kost echt geen drol. €0,92. Ik doe even een cliché cadeautje. Deze shoplog is niet compleet natuurlijk zonder een verzorgingsproduct voor pa. Het schap staat helemaal vol met lekkere douchegels, body lotions, deo's als je vader daarvan houdt. En ook eau de toilette. En Action staat bekend natuurlijk om de kleine prijsjes. En ook deze eau de toilette van Dunlop kostte €2,99. Dus waar kan je nou zoiets vinden? Oh ja, dit ruikt gewoon eigenlijk heel aangenaam.
Gewoon fris. Voor deze €2,99 is het best een prima geur. Oh ja, verzorgingscategorie waren we gebleven. Ik heb het allemaal een beetje gecategoriseerd, zodat je heel erg gericht kan winkelen en precies weet wat je bij elkaar kan vinden. Deze neustrimmer, die staat bij de deo's en de luchtjes. Ik weet niet of papa's dit leuk vinden om te krijgen, want ja, dat betekent dat er ergens oorhaar of neushaar of ander haar zichtbaar is wat je er niet wilt hebben. Maar hij werkt op batterijen en die zitten er niet bij. 1 AA batterij. Straks eet hij al mijn neusharen op. Nee, ik durf niet. Oh, het kietelt alleen. Wat kost die? €2,99. En goodbye oorharen en neusharen. Fantastisch ding. Laten we gaan naar de categorie auto's en fietsen. Lekker stigmatiserend. Maar we weten allemaal dat vaders blij worden van auto's, fietsen en alle rijdende dingen. Een fietscomputer voor €5,95. Hij heeft een groot LCD-schermpje hier. 15 functies heeft hij voor dag en nacht. Nou, een superleuke gadget voor wie van fietsen houdt. En als je dan onderweg bent met de fiets en benieuwd bent of je je band moet oppompen. Dit is een digitale banden. Hoe noem je dat in het Nederlands? Bandenmeter. Ik denk dat ook heel veel paas hier blij mee zijn. Want het is praktisch om gewoon in de auto te hebben liggen. Zodat je even digitaal kan meten. En dan weet je of je er goed voor staat of niet. Hij werkt de batterijen en die zitten erin. €3,99. Oh, en dit zijn dus twee dingetjes die ik tegenkwam. Terwijl ik toch in dat schap stond voor die bandenspanningsmeter. Dit is een luchtverfrisser. Maar dan eentje die er echt heel stijlvol uitziet. Die klik je zo op het ventilatieroostertje. Deze auto luchtverfrisser stick is €1,39. Ja, dit is echt weer zo'n typisch geinig action product. Waarvan je denkt, hè? Wat is dit? Dit is een spons waarmee je je dashboard dus helemaal schoon kan maken. En deze is al geïmpregneerd met een spulletje dat het schoonmaakt en een geurtje. Oh, leuk. Oh, lekker fris. Oh, kijk, en dan ga je dus gewoon zo over het dashboard en dan is die weer spik en span. Helemaal leuk. Voor 55 cent. Categorie gadgets. Daar komen ze. Als eerste deze. Ik ben een ervaringsdeskundige in dit gebied, want ik heb deze zelf. Ik vind het een fantastisch ding. Je schroeft hem in je lamp, gewoon met een grote fitting. Dit is een E14 fitting, maar je hebt ze ook met E27 fitting. Wat een technische praat, hè? Deze verbind je met je telefoon, dus met wifi. En dan kan je op je telefoon allerlei kleuren kiezen. Ik vind het mega leuk om te doen eigenlijk. Gewoon om de lamp aan te zetten en dan een kleurtje te kiezen. Maar je kan hem ook aan je stemming aanpassen of aan je interieur. En papa's houden natuurlijk van gadgets. €7,95. Nog twee dingetjes die in het gangpad staan van de gadgets en de technologie. Eentje is deze keyfinder. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar heel veel mensen die zijn regelmatig hun sleutels kwijt. Is jouw vader er nou eentje van? Dan is dit echt een mega handig ding. Oh, je kan hem ook niet alleen aan je sleutels hangen, maar ook aan je huisdier of aan je kinderen of aan je tas. Hij werkt met Bluetooth en je kan hem dus met je telefoon trekken. Dus sleutels kwijt, kind kwijt. Whatever kwijt, je vindt het hiermee. Dit is een super mooi alternatief op de Apple AirPods. Ze zien er misschien iets minder mooi uit, maar dat is een kwestie van smaak. Maar ze lijken er wel heel erg op met het witte doosje hier en deze witte kleine oortjes die je dus draadloos kan gebruiken. Net alsof je mini tandenborstels in je oren hebt. Ik vind het persoonlijk geen gezicht, maar heel veel mensen zijn er heel erg fan van. Je kan hier dus 3 uur lang muziek mee luisteren en ze zijn nu in de week actie voor €7,97. En als jouw pa nou niet zo van de gadget is, maar gewoon lekker een puzzeltje wil doen in de tuin of tijdens het vissen. Tadaa! Ook dit vind je bij Action. Dit is echt een dik boek met 150 puzzels. Oh, in dit geval heb ik kruiswoordraadsels geloof ik meegegrist. Of niet? Nee, woordzoekers. Zie je, ik ben niet zo'n puzzelaar, dus ik heb hier helemaal geen verstand van. Dit puzzelboek kost €1,87 en houdt je vader wel even een tijdje bezig. De categorie sport is niet heel natuurlijk voor mij, maar toch. Ik kon nog net aan om er even doorheen te lopen. In het gangpad vond ik dit fitnesswiel. Er zit een kniematje bij en een wiel dus voor de sixpack. Ik weet niet wiens vader nog een sixpack heeft, maar top. €3,99. Als laatste categorie heb ik een heleboel spulletjes bij elkaar gevonden voor in de tuin. Te beginnen met dit fantastische ding. Dit wil iedereen toch? Ik in ieder geval wel. Dit is namelijk een onkruidbrander. Dus dan hoef je niet allemaal te gaan zitten pielen met zo'n mesje tussen die stenen. Maar dan steek je gewoon in fik. Ben je een soort ghostbuster die het onkruid te lijf gaat. Je steekt dus die plant in fik. Of nou ja, niet echt in fik. Je verwarmt de plant. Staat er netjes op. De plant verdroogt en dan gaat hij dood en dan kan je hem eenvoudig uithalen. Hij kost €8,95. Oh, er is iets verdwaald in de categorie tuin. Maar dit vind ik echt een topper. Ik vond het een heel leuk t-shirt voor €3,99. Ik heb hem in een elletje genomen. En deze, ik weet niet of je het kan zien, maar is heel cute met allemaal cactusjes en bergen en kamelen erop. Nou, mijn laatste vakantie toen we nog mochten was naar Marokko. Dus
Dit t-shirt doet me daar eigenlijk aan denken. Ik weet niet of mijn vader het aan zou doen, maar als je een hippe vader hebt, dan is dit heel erg leuk. En anders moet je voor de polo gaan. Die is €4,95 en die was er ook in allerlei verschillende kleurtjes. Een terrarium, dit is leuk voor binnen, maar kan ook buiten. En dit vul je dan met steentjes en plantjes en allerlei levende objecten, wilde ik zeggen. Want dat is heel raar natuurlijk. Nou ja, je weet waarschijnlijk wel wat je met een terrarium doet. Plantjes, steentjes en dan houd je het in leven. Deze heeft LED-verlichting, dus daar kan je ook van genieten. In het donker €7,95. In dezelfde categorie lampen dan dit mega... Ik weet niet of het een degelijk product is, maar het is wel een leuke gadget voor in de tuin. Het is een parasollamp. Je klikt dit boven in de parasol en dan heb je altijd licht. Dus als je gezellig zit te borrelen of lekker zit te ontspannen in de tuin als het al donker is. Met 3 lichtstanden en je klikt hem er echt heel eenvoudig aan. Hij werkt op batterijen. 4 keer AA. €3,99. Stel je wilt ergens relaxen, in het park, op afstand natuurlijk, in de tuin, maar je hebt geen lichtstoel bij de hand. Dan is dit echt het ideale ding om bij je te hebben. Kijk, heel compact en heel erg licht, dus je neemt hem eenvoudig mee en het is een air lounger. Dus eigenlijk zo'n zak waar je heel veel lucht in vangt. En ik weet uit ervaring dat het even oefenen is voordat je er genoeg lucht in hebt. Maar ik kan je vertellen, als je het eenmaal door hebt, is het fantastisch. Dan zit je in 2 minuten. Deze Air Lounger kost €7,95 en is nu in de weekactie. Dus slijslag. Dit waren echt mega veel ideeën om je vader mee te verrassen. Ik ben heel benieuwd wat jij je vader cadeau geeft. Volgende week maandag zijn we er weer met een nieuwe video. Dus doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En vergeet je niet te abonneren, zodat je als eerste op de hoogte bent van al onze nieuwe video's. Ik hoop je een volgende keer te zien. En heel graag tot dan. Doei doei!